Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een Sarah haul. Ik ga shopping. Ik heb zoveel nieuwe spullen gehad en ik dacht, ik moet het met jullie delen. Dus ik doe het altijd. Koop ik altijd een sale en dan koop ik alvast zomerkleding. Ik dacht, ik moet dit met jullie delen. En dan kunnen jullie misschien ook wat eruit halen. Of jullie kunnen gelijk soorten vinden op AliExpress. Dus... mijn outfit is trouwens van Ali. Ik heb een legging aan van Ali. En deze vest is ook van Ali. So, are you ready? Ik ga eerst beginnen met een pantalonbroek. Deze is mosterdgeel. Ik heb hier al mij, 2 of 3 kleuren van. En ze zijn echt top. Ik heb deze kleur genomen omdat ik het een hele mooie kleur vond. En ook een kleur mooi op mijn skin. Do you see it on my skin? Vandaar dat ik het heb genomen. Ik loerde eigenlijk bijna alle kleuren, maar ik was steeds te laat. Ik kijk nog steeds. Want ik zou ook wel donkerblauw willen. Want ik vind donkerblauw ook heel erg mooi op mijn donkere huid. Nou, omdat ik ben aangekomen heb ik een XL gehaald. En dit is de barcode. Dus dit is mijn eerste item. Deze mosterdgele pantalonbroek. Hij valt high-waisted. Ik kan hem lekker omhoog trekken. Ik kan het aantrekken met een crop top. Een oversized blouse. Meestal doe ik gewoon een oversized blouse. Doe ik 1 kant erin en 1 kant eruit. Of je kan het poffen. Ik ben er super blij mee. En ik had het trouwens volgens mij gekocht voor €15,99. De oude prijs staat er nog op, maar dat doen ze meestal. Dan heb ik deze mooie printblouse gekocht. Hier heb je ook zeg maar een broek van, maar mijn broek, maar die broek hebben ze niet in mijn maat. En ik kijk elke dag of ze hem toch binnen krijgen, want ja kijk, ik kan deze ook los van elkaar dragen, maar het zou ook wel leuk zijn als ik ze allebei had, zodat ik het ook 1 keer samen kan dragen. Het is van een beetje gladde stof. Ik vind deze stof is meestal altijd ja, niet echt fijn zitten, want hier zweet je zo snel in. En ja, ik moest echt een maat groter nemen, want ik wilde niet dat het straks zat bij mijn armen. Maar ik ben er echt blij mee, want kijk, deze kleurencombinatie en deze armen wat erop zit, dat trok me heel erg aan. Ik vond die kleuren zo mooi bij elkaar, waardoor het echt naar voren springt. Dus I love it. Ik heb maat XL genomen. En ik heb deze ook uit mijn hoofd voor €19,99 gekocht. Dan heb ik deze body gekocht. Dit was over heel TikTok en op Instagram feed zag ik het bij mensen. En ik vond het zo mooi staan. Mensen, ik ga het altijd herhalen. We dark skin people are beautiful. En bepaalde kleuren maken onze huid gewoon nog mooier dan dat het al is. Dus... ik vind echt met bepaalde dat wij donkere mensen gewoon meer kleur moeten dragen. Want dan popt onze skin nog meer. En dat had ik dus ook bij dit was hier zitten heel veel felle kleuren. Ik heb deze trouwens ook in het oranje, grijs, zwart. En die heb ik wel al aangetrokken. Ja, ik weet niet. Dit is ook een echte gewaagde body. Want het is see-through. En ik weet nog niet wat ik eronder ga aantrekken. Maar ik vond de kleuren gewoon heel erg mooi. En ik dacht, ik moet het hebben. Het zat al in mijn favorieten. Maar toen het in de zilver was, heb ik hem gelijk gekocht. Ik heb dit in de L genomen. Ask you to take me to go shopping. Ik heb hem uit mijn hoofd voor een tientje gekocht, denk ik. En I love it. Gewoon kijk gewoon naar mijn skin. En dan dit. Heel erg leuk. Dan heb ik deze seamless short gekocht. Deze in de kleur blauw. Want deze heb ik al in meerdere kleuren in zwart, groen, roze. Ik had ze volgens mij een tijdje geleden allemaal gekocht toen het warm was. Want ze zitten zo heerlijk. En je zweet er ook niet door. Want ik ben een type van, als ik het warm heb, zweet ik op bepaalde plekken. Maar dat had je dus niet. Dus ik heb dit gekocht. Want ik zag dat ze deze kleur dus hadden van deze top. Toen dacht ik, oh, daar past deze goed bij. Is het wel dezelfde kleur? Eentje is toch iets licht of eentje is toch iets donkerder of zo. Ja, maar ja, het maakt er zoveel uit. Dus deze seamless legging had ik gehaald. En dit had ik volgens mij echt voor €4 gehaald. En toen zag ik deze. Ik dacht eigenlijk dat het een schoudervulling had, maar dat heeft het niet. Toen zag ik deze top. Dat zweeft een beetje en dan kan je je legging of je short zeg maar high-waisted dragen. En ik dacht, dit is zo mooi voor de zomerse dagen. Ik heb deze in een L genomen. Deze heb ik ook uit mijn hoofd voor €6 gekocht. Dus bij elkaar was het of €11 of €10. Super tof, love it.
En dan heb ik deze roze jurk. Ik dacht eigenlijk dat het een andere stof zou zijn. Een beetje dat satijnachtige stof. Zo leek het op die website. Maar nu is het zo cool. Maakt niet zoveel uit. Love the color. Love the color on my skin. Want ze hebben deze ook in neon. Ik ben niet echt van de neon. Maar ik vind het af en toe wel mooi. Maar ik vond roze mooier. Meer girly. En ik heb ook echt bepaalde dingen wat ik dan hiermee kan dragen. Een tas of wat dan ook. Zoals ik al net zei, ik heb echt een bepaalde dingen voor de zomerse dagen gekocht. Want meestal wanneer het warm is, dan zeg ik, ik heb geen kleren. Girl, je hebt gekocht. En dan heb ik deze top. Ik heb deze al in het zwart en wit. En toen zag ik deze kleur. Dus groen, een beetje groen, lichtgroen. En I was like, ik hou echt van pastelkleuren, mensen. Ik hou echt van pastelkleuren. Ik weet nog, toen ik de modeopleiding deed, had ik een spreekbeurt gehouden over pasteltinten. En ik vond het zo mooi. Ik weet niet, ik zie al gewoon voor, maar die pastelkleuren zijn gewoon giving. Zachte kleuren, maar het popt er gewoon uit, weet je. Dus ik heb deze genomen. Deze zou ook echt leuk zijn met bijvoorbeeld een andere pastelkleur tint. Zou bijvoorbeeld ook leuk zijn met deze seamless legging. Ik denk dat ik zou het eerder met de roze dragen, denk ik, dit. Met de roze iets. Bijvoorbeeld dit met een lichtroze van. Zou ik echt makkelijk samen kunnen dragen. Dus deze. Giving. Je kan het ook gewoon echt, als je boektape hebt, kan je het gewoon plakken op je skin. Maar meestal draag ik gewoon een goede BH. En dit is echt top. Deze item van Zara vond ik echt top, die ze hadden uitgebracht. Oh ja, ik zie dat ik een spijkerbroek op heb gehaald. Ik ben echt niet van de spijkerbroeken, mensen. Ik hou niet van spijkerbroeken. Ze zitten niet lekker. Met mijn dijen zijn gewoon heel erg groot. En ik moet eerlijk zeggen, ik hou gewoon van joggingbroeken of van leggings. Gewoon dingen die lekker zitten. Maar soms wil je een outfit aan en daar staat gewoon een mooie jeans bij. En deze mom jeans zag ik. Ik heb het trouwens nog niet gepast. Ik zag het in mijn favorieten. En ik dacht, oeh, wel een leuke broek. Deze heb ik voor een tientje gehad. En hij was like, oké, koop het maar. Voordat je gaat zeggen dat je, als je een outfit in je hoofd hebt en je wilt het dragen met een jeans, dan heb je een jeans. Want dan, ik ben altijd iemand van, oh, ik heb geen jeans. Maar nu heb ik het. Deze heb ik trouwens in de maat. Ik ga het niet eens zeggen, het is een hele grote maat. Ik wil een beetje baggy dragen en deze heb ik voor een tientje gekocht. Deze was trouwens in de maat XL en deze heb ik voor een tientje gehaald. Als ik die maat hoor, denk ik echt, ik ben echt aangekomen. Maar ja, I need to accept my body, because ja, ik ben nog niet aan het sporten en dit is gewoon hoe ik ben. Dat was de eerste doos. Kijk, ik moet alles nog een plekje geven. Bepaalde zomerkledingen wil ik alvast in een koffer zetten, zodat ik al weet van, als ik wegga met Gods wil, dan heb ik mijn zomerkoffer al ingepakt. Dat ga ik sowieso doen, hoor, want is alles all over the place. Oh, dit is mijn favoriet. Mensen, don't sleep on man clothes. Don't sleep on man clothes. Ik hou ervan. Ik kijk sowieso gewoon bij mijn afdeling. Maar deze. Kijk, ik ging eigenlijk voor deze shirt. De blouse, oversized blouse. Kijk deze mooie kleurencombinatie. I love it. Kijk, en kijk die popping color. Kijk, dat moet je gewoon. Kijk, weet je wat soms je outfit maakt? De kleuren die je gebruikt. De kleuren die je combineert, dat maken jouw outfit. Dus probeer ook gewoon veel met kleur te spelen, want dat maakt gewoon je outfit. Maar ja, ik heb deze dus bij de mannenafdeling gekocht en ik ging eigenlijk voor deze blouse. Ik hou lekker van oversized blouse. En toen zag ik dat er een broekje bij was. Dacht ik perfect. Want dan, als het zomer is, kan ik het gewoon lekker nootje dragen. Ik moet zeggen, ik had deze gekocht dus in een L, maar ze hadden ook een XL. Maar die komt steeds niet op voorraad. Want ik dacht, als het op voorraad komt, dan kan ik lekker een grote XL dragen. Want ik wil het gewoon lekker oversized dragen. Lekker groot, wanneer het warm is, over je schouder laten hangen of lekker open. Maar die hadden ze niet, dus ik heb dit gewoon lekker gehouden. Ja, allemaal sale items. Dus tegen de tijd dat jullie dit zien, is het er niet meer. Maar ik hoop dat jullie een idee hebben bij wat ik laat zien. Ook een two-piece set. Jullie weten, ik hou van two-piece set. Lekker makkelijk, maar gewoon leuk te combineren. Dan heb ik al, ik heb shorts gekocht. Ik heb deze shorts gekocht. Echt love it. Voor een tientje. Kijk, en
Waar ik heel erg van hou is gewoon dat het hier gewoon lekker geraffeld is. Ik noem het zo, mijn eigen woord geraffeld. Bestaat dat? Weet ik niet, maar geraffeld. Lekker rof. Je kan gewoon ook vaak gewoon met sneakers dragen. Ik hou gewoon van zulke shorts die je met sneakers kan dragen. Of met kaplaarzen. Love it. Ik vind gewoon dat je altijd een high-waisted, roffe, stoere short ears moet hebben. Dus dat heb ik gehaald. En dan heb ik, oh deze loerde ik ook zo lang. Ik heb twee van die pantalon shorts gehaald. So won't you say my name? I'm loving it. Gewoon, deze basics moet je gewoon in je kast hebben. Echt waar. Ik heb dus ook wit gehaald. Deze zijn gewoon van die high-waisted pantalonbroekjes die je gewoon met een oversized blouse kan dragen. Een witte t-shirt, een corset. Dit moet je gewoon hebben om je outfit te maken. Weet je wat het is? Het belangrijkste wat je altijd in je kast moet hebben zijn basics. Basics heb je gewoon nodig om je outfit te stylen. So, here I am. Basic pantalonbroeken voor de summertime. Dan, oh, dit is ook een van mijn favorieten. Weet je wat het is? Bijna vergeet ik gewoon de items die ik heb gehaald. I'm like, hoe kan ik dit vergeten? Bijna vergeet ik dit omdat deze rok. Kijk, dit is gewoon stoer. Dit is giving. Dit is giving. This one is giving Alexander Wang vibes of Pam McQueen. Dat is mijn Wang. Inspired by. Maar ja, het is eigenlijk zeg maar de acht. Deze kant is omgedraaid aan de onderkant. En dit is gewoon giving. I love it. Toen ik dit zag, toen dacht ik, mijn zus wilde dit ooit gaan kopen voor Wizkid. Toen Wizkid corsetten was, maar het paste er niet. Toen had ik deze mijn favoriete gedaan. Toen dacht ik, als ik deze krijg, als ik deze kan kopen, als deze in de sale komt, ga ik deze kopen. En ik kan niet wachten om dit aan te trekken met overknee boots. Ik kan het gewoon niet wachten. Dan heb ik, oh dit is ook een van mijn favorieten, deze blouse. Ik zit er echt aan te denken om nog een andere kleur te halen. En deze blouse, ook van de mannenafdeling. Kijk die kleur. Ik heb ook echt wat met donkergroen. Oh, donkergroen is zo mooi aan je skin. Of roze, of maar echt dat hard roze, of oranje, of groen. Ja, ik zeg weer groen. Vind ik gewoon mooi aan een darker skin. En kijk eens, kijk. Dit is de blouse. It's inspired by Casablanca. Ik heb echt helemaal outfit in mijn hoofd. Oh god. Dit was het een beetje. Dit waren mijn items. Ik heb een paar al aangedaan, maar die zitten in de was. En ik moet zeggen, ik ben super blij met mijn items. Love it gewoon. En dat waren mijn items van de Zara die ik even met jullie wilde delen. Ik ben goed geslaagd en het is gewoon altijd fijn om voor een goedkopere prijs dingen te halen. En dan bewaar je ze gewoon voor het moment waar je van de dag kan genieten. Ik noem maar op vakantie, zomer hier. Want als het zomer is en de zomercollectie is er, betaal je toch wel soms een paar tientjes ervoor. En als het dan in de sale is, kan je beter inslaan zodat je gewoon de kleding hebt. Dat is mijn advies. Dus volg alsjeblieft mijn advies. Ik heb super leuke dingen gehaald. Ik ben er super blij mee. Jullie gaan snel weer outfit zien. En ja, sorry, ik heb geen aanfoto's gemaakt. Ik hoop dat jullie er een beeld bij hebben. Maar ik wilde dit even met jullie delen, zodat jullie ook beelden bij hebben. En als ik ook soortgelijke links erbij kan vinden, zal ik dat erbij posten. Want ik denk tegen die tijd dat deze video online is, dat alle items al bijna zijn uitverkocht. Dus dankjewel voor het kijken. Doei!